Flight in Lincoln Center. Op zich niet heel bijzonder, maar het is van Ready to Fish. En Ready to Fish is van Ilja Visser. En Ilja Visser is Nederlands, dus dan is het weer wel heel bijzonder. We gaan erheen, het is de show voor het eerst hier. En we gaan het allemaal kijken. Dankjewel. Was je een beetje geëmotioneerd toen je daar stond? Zag je dat? Ja, zag je dat? Als je nu zegt, weer een beetje. Ja, het was wel pittig. Ja, het is toch wel wat. Weet je, ik ben bijna 10 jaar bezig en dan sta je natuurlijk in New York. En het is hier heel overweldigend. De mensen zijn heel erg positief, wat je natuurlijk wel kent van Amerikanen. Maar het is gewoon ontzettend goed geregeld en het is echt heel prettig. Hoe heb je het ooit bedacht ook? Gewoon, ik wil daar staan of zo. Ik zou dat denk ik nooit durven. Nee, nou ja, ik moet wel zeggen dat Amerika is een van onze grootst groeiende markten. Samen met Azië en Midden-Oosten. Dus weet je, in die zin is het ook gewoon interessant om hier te showen. Dat durven joh, dat gaat vanzelf. Dat is een kind krijgen. Dat weten wij alles van namelijk. Ik was er ooit bij toen Ilja begon te baren zo mee. We go way back. Hoe gaat de dag verder vandaag? Nou, er wordt nu alles ingepakt en gedaan en ik heb volgens mij nog interviews. En dan denk ik dat er even een momentje komt van elkaar aankijken vanmiddag en we did it. Ja, we did it.